gaan mais maken op de barbecue. Maar daarvoor maak ik eerst even een lekkere marinade. Die maak ik van roomboter, ongeveer 80 gram. En ik heb wat bieslook. En we nemen 1 teentje knoflook. Nou, die mengen we door de boter. Klein beetje paprika. Nou, dan prakken we met een vorkje. Prakken we dit even lekker door elkaar. Zo. Nu zou ik ze al kunnen insmeren, maar dat ga ik dus niet doen. Want als ik ze rechtstreeks op het vuur leg, dan krijgen we dat de sappen, of eigenlijk de boter van de mais afvalt, in het vuur gaat ontbranden. Wat ik wel ga doen, een klein beetje olijfolie over de mais. En dan smeer ik even de mais rondom mee in. Dan leg ik ze dus rechtstreeks boven het vuur, dus boven de kolen. Ongeveer een minuutje of 10, maar ik ga ze wel een paar keer omdraaien, want de hitte komt nu van onderen. We zijn ongeveer 5 minuutjes verder. Ik ga eens kijken hoe het met de mais staat. Oh, dit begint er al goed uit te zien. Nou, dat gaan we dus nu nog 5 minuten laten liggen en dan zijn ze gaar. Nou, we zijn nu wel een minuutje of 10 verder. We zijn dus bijna klaar, maar voordat ik ze eraf haal, smeer ik ze nog even met dit lekkere prakje in. Zo, de bieslook met de roomboter, knoflook. En dat doe ik lekker nu. Zie, de kolen zijn nog lekker warm. En je ziet dat de roomboter al smelt. En die trekt nu lekker tussen de maiskorrels in. Moeten we nu wel direct van het hete vuur afhalen. Dus kijk, je ziet de vlammen al ontstaan. Dat wil ik niet, want dan gaat het veel te hard en worden ze zwart. Dus ik leg ze nog even indirect boven het bakje water, naast het vuur. Nou ja, een minuutje of 5 door laten garen. En dan zijn ze, als het goed is, helemaal lekker. Kijk, mooi resultaat. En je kunt ze nu nog een klein beetje insmeren voor de smaak. Kijk, ze zijn warm genoeg dat het nog even lekker tussen de korrels in smelt. Dan maak ik het af met een heel klein beetje peper. Zo. En ik ben zelf wel een voorstander van grof zeezout. Dan heb je altijd een lekkere bite. Zo.